Maar goed, hij heeft dus een zodanig uniek talent om zichzelf in de voet te schieten. En als hij in beide voeten heeft geschoten, schiet hij nog lekker door. Want dan schiet hij ook in zijn handen en in zijn armen. En ja, hij schiet overal in. Hij is geen gevaar. Hij is toch een, een geïsoleerde gek in de marge van het bedrijf. Het is awesome. Kunt u mij horen? Hoe was het trouwens bij de JOVD gisteren? Want daar was je op bezoek. Jazeker. Dat is een hele eigenaardige zaak. Dat, dat zowel ten aanzien van D66 in de loop der jaren, als ten aanzien van de JOVD in de loop der jaren, dit was niet mijn eerste bezoek aan de JOVD. Eh, nodigen de, de Liberalen, zal ik maar zeggen. Nodigde mij frequenter uit dan de Partij van de Arbeid. Maar nou, ik vind het best. En, uh, nou, we hebben daar wel een redelijk gesprek gedaan. Ik had me allerlei. Uh, Algemene en diepstekende beschouwingen voorgenomen. Maar daar is het niet van gekomen, want ik werd eigenlijk ondervraagd of het was een gesprekje. We zaten in een, op een stoeltje. En toen kwam tenslotte de burgemeester van Wageningen erbij. Ja, dat moest, ik. ben daar opgegroeid, dus dat, dat ging al heel snel ging dat de richting van de nostalgie en de Wageningen reclame op. Eh, dus het was al met al was het heel gemoedelijk. Ja, het zijn van die keurig uitziende jongen, hè? Het zijn allemaal een beetje mini jordkelders Ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Aan de andere kant zijn ze vrij kritisch op de VVD traditioneel. En dat zijn ze, dacht ik nu ook, ook op, de, op Mark Rutte. Dan Mark Rutte zelf ook uit die JOVD voortkomt, als ik het wel heb. En wat is hun voornaamste kritiek? Nou, dat hij te lang blijft zitten en dat hij natuurlijk uiteindelijk er... Al was ik degene die die kritiek en een zwak punt van de hele VVD, is dat er geen behoorlijke opvolging geregeld is. Dat is ook geen idee bij? Nee, volgens mij niet. Ik heb nog wel mij mijn laatdunkend over schippers uitgelaten, op welk punt ik niet werd tegengesproken, laat ik het zo zeggen. Ja. Er ging geen. Ja, het was een piepklein zaaltje, er ging geen gebrom geen op van. Ah, ah, ah. ...de schipperige, geweldige politica. Nee, dat, dat was zeker niet het geval. Hmm. Ja, we... Dus ja, opwindend was het bepaald niet. Nee, je hebt daar niet een heel fel debat gehad. Ze waren het dus eigenlijk wel met je eens. Ja, dat is wel mijn indruk. Maar ik, ik heb het niet uitgebreid gehad ...over mijn basale bezwaren... ...tegen eh, het VVD-beleid van de afgelopen decennia. En, en daarmee in feite... Eh, de beleidscultuur in Nederland sinds, waar hebben we het over gehad, de jaren tachtig? Mm -hmm. Omdat veel van die dingen, als je even op de naspeur doet, zitten, zijn begonnen onder lubbers. En, en zijn, waren ook onder balken en daar stonden die op de agenda. Ja, ja. We zitten nu een paar dagen voor de verkiezingen. En de laatste peiling was in ieder geval voor links goed nieuws, want die gaan voor beide vvd Volk Ja, samen dagen. doen ze het goed. Nou ja, ik krijg dat van harte toe. Ik heb al vaker reclame gemaakt voor de samenwerking. Ik betreur het buitengewoon dat de SP nogal opportunistische koers vaart. door in feite zich scherp af te zetten tegen het linkse samenwerkingsverband. Ja. Ik vind dat buitengewoon betreurenswaardig. Ja, dat is uit hoofden van de dagelijkse kleine politiek. lijkt dat natuurlijk allemaal enorm handig. Maar dit is er voor de lange termijn. En als je de linkse zaak werkelijk eh, goed gezind bent is dit diep, diep treurig naar mijn idee. Ja, ik hoorde Lilian Marijnissen bij Nieuwsuur zeggen van... ja, onze leden groeien weer en uh, we hebben weer... maar toen werd dus door de presentator gezegd... maar u reageert nergens mee, u staat altijd aan de zijlijn. En toen dus nee. zei zij, ja, maar dat betekent niet dat we geen invloed kunnen hebben. Ja, het is natuurlijk een beetje flauwekul. Kijk, die partij wordt natuurlijk sowieso... die is in de loop der jaren natuurlijk nogal afgetakeld. Ook getalsmatig uh, wat betreft de verkiezingen. Uh, dus het is, vanuit opportunistische overwegingen begrijp ik het wel, maar ik vind het enorm kortzichtig. Naar mijn idee moet juist de SP zich aansluiten bij uh, de linkse samenwerking, want dat, uh, de SP is sterk in de vakbeweging. Uh, ik vind ook dat, uh, laten we zeggen, een samenwerkend linksgezelschap moet ook, ook oog hebben voor de eisen en de aard van de vakbeweging. De vakbeweging is ook een element van Links Nederland. Hmm. Uh, zelfs in allerlei opzichten dacht ik meer SP nog tegenwoordig dan Partij van Arbeid, maar ik ken de juiste verhoudingen, die ken ik niet. Dat zijn allemaal dingen die, die zich laten organiseren met goede wil. En met, met de wens om samen iets te betekenen en daadwerkelijk ook linkse politiek te voeren. Beleid uit te voeren. Ja, is dat nou nogmaals, als je maar oplet op de politiek van het kleine verschil. Hè, dat is je niet typisch links gedoe is. Als de dan? Dierenpartij ook voelt? Ja, nou, ik betreur ook enorm de aanwezigheid van de Dierenpartij. Dat wil zeggen, als signaalpartij oké, okay. dat er, dat er uh, werk wordt gemaakt van verzet tegen de uh, Nederlandse bio-industrie, daar ben ik het wel mee eens. Maar nogmaals, zie dan wel, ga je zelf niet eigenlijk ontwikkelen tot, tot ook een linkspartijtje. Want nee. dat, is de, dat is wat natuurlijk de Dierenpartij overkomen is. Ik betreur dat ook. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, dan heb je een, een, een aanzienlijke, kun je een aanzienlijke politieke invloed uitoefenen. Hmm. Wat is Omdat dat... ook. de zwakte van, van, van rechts is, als je daar al die, al die rechtse clubjes optelt. dat zijn natuurlijk allemaal halvergaren in die zin dat ze een beleid bepleiten. namelijk uit de EU en, en, en uh, terug naar de gulden. en andere volstrekte afsluiting voor immigranten. waarvan iedereen weet dat het onuitvoerbaar is. Ja. Nou oh ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is op zich wel interessant wat je aanstipt, want we hebben natuurlijk een hele tijd gehad van versplintering. Stel dat dit nou zou werken hè, met die linkse samenwerking. Nou ja, dan hoop je dat dat een, een, een stimulerend voorbeeld is. Ja, want rechts kan dat ook gaan doen. Ja, ja, dat zouden ze kunnen. Trouwens, een deel van rechts is natuurlijk het gevolg van de explosie van Forum voor Democratie. Laten we niet vergeten bij de vorige provinciale statenverkiezingen, de grootste partij van Nederland. Dat dat dan toevallig geleid werd door een gek was toen kennelijk nog onvoldoende Ik bedoel, voor iedereen die er ooit even over had nagedacht, die wist dat wel. Maar dat was voor de meeste mensen nog niet duidelijk. Net zo goed als natuurlijk de BBB-beweging daar nu geweldig voor staat. Maar kijk eens, de BBB-beweging is tot op dit moment gewoon een talkshow-beweging. De protestpartij. Dat, ja, een beetje de middelvinger. Eh, al, al doet zij dat natuurlijk heel aardig, maar ik zeg niet voor niks, een talkshow-partij. Het is een creatie, zoals al die populistische bewegingen van de afgelopen twintig jaar van de media uiteindelijk. Zij zat overal. Dat is er is ook nog her en der wel vrij komische aandacht aan besteed, dat zij overal aanwezig was. Of zij in staat zal zijn om een serieuze politieke beweging op te bouwen die ook daadwerkelijke invloed op het beleid kan uitoefenen, dat is maar zeer de vraag, omdat het beleid onvermijdelijk. Het Dingen noodzakelijk maakt waar zij faliekant tegen is. Mm -hmm. En waarvan zij gezegd heeft, dat ga ik nooit doen. Ja, dan kom je ook wel aan de zijlijn te staan. Net als, het, net als die hele andere rechtse club. Ja, ze is het altijd heel boos als... Wie, wie gaat er nou met die rare rechtse partijtjes samen he, uh, uh, regeren? Niemand. Nou, in de provincie zijn er toch... En vergeet niet natuurlijk het, het, het probleem... Nou, je weet hoe de PVV in elkaar zit. Dat is een beweging. Ja. En die beweging heeft maar één lid en ook één leider. Dascheert. Maar Limburg regeren ze wel of hebben ze meegeregeerd? Nou, dat is een succes geworden, zeg. Jongen, 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 we hadden een indrukwekkend optreden was dat. Kom nou, dat is allemaal LMB en, en tussentijds. En de aftreden. VVD sluit ze nu ook weer niet uit, want ik vind het wel nee, grappig. Nee, natuurlijk sluiten ze ze niet uit, en zeker in Limburg niet, als je ziet hoe de cijfers eruit zien. Maar je ziet er ook aan, kijk naar een electoraal kaartje, dat Limburg, Limburg is een outlier Heer. Maar in Flevoland is er ook. moet je dat zeggen? Uh, in een provincie die, die de, nou ja, waarvan het net is alsof die er ooit aangeplakt ja. is. Maar volgens mij in Flevoland heeft Flevoland PVV ook meegedaan. Nogmaals, nergens heeft het geleid tot indrukwekkend optreden. Het is natuurlijk altijd een partij die, als die meedoet, vrijwel alles moet inleveren waar die voor staat. En dat betekent onvermijdelijke wijze dat de kiezer de volgende keer zegt, ja, ja. Ik bedoel, ze doen niet wat ze gezegd hebben, ze gaan niet alles anders doen zoals ze beloven. En dat zal ook het BBB-probleem zijn. Hmm. Ja, dus ja, laten we eens kijken over vier jaar. Nogmaals, wat is nou een godsdienst de betekenis van een partij als de PVV? Nul. Ja, invloed via, via, via. Ja? Zijn, zijn de rechtse partijen, in het bijzonder CDA en VVD, natuurlijk bang eh, voor, voor dit soort van geluiden? Dat zie ik ook wel. Maar dat betekent beleidsmatig, Hebben ze, is de immigratie tot stilstand gekomen? Nee natuurlijk, die gaat gewoon door. Ja. Zijn, is, gaan we uit de EU op korte termijn? Nee, nee. Ja, daar hoef je niet over te pieken. Ja. Dat is helemaal geen reëel standpunt, maar ze hangen het wel aan. Ook dat, dat, dat die, 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 die paranoïde kleskoek die zijn man als geert verspreidt over Arabië en ik weet allemaal niet wat voor onzin. Ja. En de omvolking, allemaal dat soort van zaken. Eh, ja, hoe kan je nou zo'n kalui ook serieus nemen? Wat gaat de invloed van links worden, denk je, als ze straks uh, in de Eerste Kamer... Uh, Ik heb geen hebben. idee, omdat het natuurlijk... Uh, als ze da daar trekken ze samen op als één fractie. Dat als ze de grootste fractie zijn, heeft dat specifieke voordelen. In maar hoe dat zich precies gaat ontwikkelen, hoe dat uitpakt... Of die, of die samenwerking ook daadwerkelijk effectief is, dat durven we nog niet te zeggen. Het idee alleen al is vals positief te waarderen. Waarom? Omdat je bent geïnteresseerd uiteindelijk in de vraag, kan er ook links beleid gevoerd worden? Als je zegt, ja beleid, wat kan ons dat schelen? Hè, zolang wij maar een leuk flyerclubje hebben, is het <laughs> dan maar prima en de luxe geregeld wat ons betreft... En na het vlaaien gaan we gelijk een glaasje bier drinken. Nee, je wilt. Politiek gaat uiteindelijk om beleid. Dat is nou juist wat, wat in de afgelopen jaren zo grondig fout gegaan is. In allerlei opzichten. Die sociale media, allemaal retorisch lulkoek en kletskoek. En leugens en praatjes. Maar het heeft geen betekenis voor de praktische politiek. En al die kleine flutpartijtjes, die zitten wel aan de talkshowtafels. Maar die hebben ook geen enkele betekenis voor de praktische politiek. Uiteindelijk moet je beleid maken. Uiteindelijk moet je het land besturen. En, altijd een en dat, coalitie. Is ook, dat is ook niet best gedaan in de afgelopen twintig nee, jaar. Maar het is wel altijd een coalitie. Het is, nooit Natuurlijk, dat even... het is altijd een coalitie, dus het is altijd een compromis. Het is altijd teleurstellend op dezelfde manier waarop het hele leven altijd licht teleurstellend verloopt. Het is dus vandaag kloten weer, terwijl we hebben alle anderen weer besteld. Maar andere mensen alle anderen weer besteld. Nou. Maar dan is dat, toch mijn vraag nog eventjes, hoe ga je dan straks zien... als die uh, combinatie van PvdA en GroenLinks, die moeten dus ook compromissen gaan sluiten... hoe ga je dat dan terugzien in het beleid? Geen idee. Dat zal uh, aan, sterk afhangen van de, de praktische aspecten van het beleid. Maar wordt het socialer? Neem denk bijvoorbeeld je? het pensioenplan wat nog voltooid moet worden. Nee, dat moet nog afgewerkt worden. Uh, dat kan best zijn dat, uh, dat ze, uh, zeggen we uh, nou, her en der aan voorliggende wetgeving... Moet meer sociale, daar moeten meer sociale elementen in zitten. Mm -hmm. Dat kan zijn. En detail durf ik er verder nee. op dit moment weinig over te zeggen. En ik kom het gaat er alleen om dat als je werkelijk politiek wil bedrijven. Dat gaat om invloed. Invloed op het beleid. Ja, Geert heeft fantastisch haar. Maar wat heb je dan? Geen flikker. Dus je zegt eigenlijk: die, die combinatie is strategisch heel slim, want ze hebben straks invloed. Als ze de grootste worden. Ja, ik, of... denk dat, ik hoop dat het een voorbeeld is voor anderen. Dat je dan, laten we zeggen, een soort, soort eh, wende is. In, in, waarbij die, 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 die eindeloze versplintering. al die individuele kamerleden, waar je een donder aan hebt. Sympathieke mensen ongetwijfeld, hardwerkende mensen, wie zal het zeggen. Maar je hebt er niks aan. Dan is heb ook. je natuurlijk. Nou ja, en dan heb je natuurlijk het, het, laten we zeggen, de talkshow politiek. Die ons natuurlijk eh, Thierry heeft opgeleverd de vorige keer. Heb ik niet al verteld dat Rita Verdonk tien jaar lang de meest uitgenodigde ja, ja. talkshow gast van Nederland was. Ja. Wat zien wij daaraan? Dat het volkomen betekenisloos is, het is leeg. Hmm. Rita Verdonk bleek niets te betekenen te hebben. Nee. Weet je nog dat haar eigen spindokter zei dat het allemaal gebakken lucht was? Ja, talkshows zijn voor een niet onbelangrijk gedeelte gebakken lucht. We hebben er nog wel eens uitgezocht. Nu gaat, hoe heet het? Eh, de... Caroline van der Plas gaat haar talkshow-winst verzilveren. Maar dan begint het pas. Hè. Dan begint het pas. Hè. Kijk, nu is het zo dat in feite. Eh, Handels zijn tweedehands auto's. En ze heeft iedereen beloofd. Ik heb hele leuke modellen. En die, die, die zien er tiptop uit. En die rijden hier. Alleen hebben we er nog niet in gereden. Maar dat <laughs> gaan we nu. Als het een beetje mee zit. Gaan we er straks in rijden. En dan moeten we zien of ze het goed doen, ja of nee. En het kan zijn dat je een lekke band hebt. Of ja, een lekker band bijvoorbeeld. Want er blijkt helemaal geen motor in te zitten. <laughs> dat kan dat kan van allerlei interessante fenomenen kunnen zich voordoen, natuurlijk. Omdat ze met dat dilemma zit. Dat zij ze zegt dat er geen stikstofprobleem is. Ja, en als je dan natuurlijk de overheid heeft gezegd dat er desnoods dwangmaatregelen zullen worden genomen. Ik begreep overigens dat in Limburg die uitkoperij vrij vlot verloopt. Dus waarom, waarom niet, als het daar kan, waarom zou het dan elders niet kunnen? Ik zat er naar een debat te kijken. Kijk, in die dat provincies. laat ik er even voorop stellen dat de overheid natuurlijk van dat hele dossier een puinzooi heeft gemaakt. En dat het allemaal aarzeling en traag. En we stellen het nog even uit. En misschien nog een ander berekeningetje. Dat, dat is natuurlijk diep tragisch. Maar goed, dat sluit aan bij het beleidsmatige onvermogen van de diverse kabinetten van de afgelopen jaren. Welk advies zou je uh, de PvdA GroenLinks-combinatie in de provincies, maar ook in de Eerste Kamer willen geven met de wetenschap van het kabinet Rutte 1? Want daar hebben ze ook mee gedaan, maar dat is heel slecht. Nee, afgelopen. Rutte 2. Rutte, pardon, Rutte 2. Rutte 1 was inderdaad ja, het Rutte CDA 1, dat is zo beschamend, dat ja. zouden we eigenlijk nooit meer over moeten praten. Nee, Met de PVV die dat doen. Nee, dat was het ook weer, daar kan rus Nederlandse vingers bij aflikken. Nou, hebben ze afgelikt, meneer Rutte. Heerlijk was het, Wat een heerlijke vingers waren het. Uh, um, maar bij Rutte 2? Nee, je moet enorm uitkijken natuurlijk. Dat je niet vervalt in de klassieke fout. Dat je je aanlaat praten eh, dat, dat er van alle dingen moeten gebeuren dat er geen alternatief is. Dat is denk ik de fout. Ik vind ook weer wel zorg ook dat je niet eh, alle rare plannen gaat maken waarvan je denkt dat is ook niet uitvoerbaar. Of, of dat je verzandt in, in politiek correcte eh, overtuigingen. Heb je mij dat dat verkiezingsprogramma niet voorgelezen met de vraag of de Wolf ook in Utrecht een prominente plaats moest innemen in de natuur. Ik weet niet van wie dat afkomstig is, maar goed, dat is gewoon flauwekul. Het kieskompas en, was dat. Oh, het kieskompas, ja. Nee, de Wolf hoeft helemaal in Utrecht geen prominente plaats in te nemen. He. Ik zou zeggen, het is mooi een paar Wolven op de hoge Veluwe, maar dan zijn we ook alweer weer aan de grenzen in een land als Nederland. He. Want dat is zo gek, wij denken altijd, wij denken klein. Dat is gek. Daarom zei Tjeen Quilling volgens mij ook, groter denken, kleiner doen. Het is een heel aardig gevonden boektitel natuurlijk. Mag ik dat boek nog eens een keer van harte aanbevelen aan allen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse politiek. Maar goed, eh, wij denken klein. Wij denken altijd wolf. Maar hallo, het gaat over Europa. Het gaat over de Europese Unie die, die begint... In, in het noorden van Finland. en die eindigt in, in het zuiden van Spanje. Het is een gigantisch gebied. Er zijn gigantische bosgebieden in Europa. We hebben het er alles over gehad. dat het bosareaal in Europa sterk gegroeid is in de afgelopen decennia. Er zijn ook allerlei problemen. die met droogte te samenhangen. En die, die zullen op lange termijn. allerlei complexe oplossingen noodzakelijk maken. maar desalniettemin. ja, hoe moet je het. Het is een beetje alsof je in Amerika woont en dat je in Delaware, niet waar, zegt van ja, er is een ruimte in, in Delaware voor wolven. Nou, nee. <laughs> in Delaware is geen ruimte voor wolven. Kijk even op de kaart, dan zie je het vanzelf wel. Maar, God, in, in Wyoming is alle ruimte voor wolven in principe. Er woont namelijk niemand, dus dat is vrij. Wij hebben dat ook. Als u gaat kijken in de buurt van de Mazurische Meren. Dan zult u zien dat er alle ruimte voor de wolf zou ik zeggen. Die wolven vinden het daar natuurlijk ook een stuk leuker. Die hoeven niet de A2 over te steken. Dus ja, je moet dus. Pas op dat je niet verzandt in politiek correcte kletskoek. He, zeg maar dat tegenwoordig. En voor de rest zou ik zeggen. Wees bereid tot samenwerking met andere partijen. Dat is denk... sowieso noodzakelijk. Ik denk dat het CDA best wel met iemand samen wil gaan, uh, gezien in ieder geval de Als er de nog peilingen. iets van overblijft, want <laughs> ja. dat is niet veel dus. <laughs> nee. Dat zal natuurlijk ook, uh, ook de positie, denk van het CDA en het kabinet verder verzwakken. Dat is toch wel niet geweldig als ik het allemaal goed begrepen heb. Bobke heeft wel gezegd, ik blijf zitten, wat er ook gebeurt. Ah, oh. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook bij vorige gelegenheden. Als de, als de zittende coalitie bij de provinciale staat natuurlijk een enorme zeepertop oploopt en het het kabinet zit niet al te hecht in elkaar. Er is natuurlijk altijd een kans dat het uit elkaar valt. He? Of maar iemand iets verkeerds te zeggen of te doen. En dan als het een beetje... Ik heb begrepen dat het ook niet een topdraaiend kabinet is. Dan kan dat fout lopen. Maar ja, daar is ook niemand mee gediend. Nee, het CDA ook niet. Want dan worden ze misschien nog kleiner. Ja, ik ben bang dat het CDA dat een verloren zaak is, eerlijk gezegd. Dat dacht ik ook bij de PvdA. Wie weet, weten ze uit deze... Uit die, uit die ruïne dan toch nog uh, samenwerkend en wel iets te redden. In de dat... CDA geef ik weinig kans. En als je dat analyseert, waar, waar heeft dat dan voornamelijk mee te maken? Ik denk dat ze te weinig uh, oog hebben gehad voor hun, hun klassieke achterban op het platteland en in de in, in de oostelijke delen van Nederland. Want wie was de klassieke achterban? De Boer, de agrariër. Nou, dat was wel een belangrijk deel van hun kiezerskorps natuurlijk. Maar wacht nou even, het CDA was gewoon een nationale partij. Het CDA was ook, uh, nou niet groot. Ik heb ook al de grap gemaakt, uh, waar is de laatste CDA in Amsterdam? Kunnen we die nog vinden? Eh? Waar houdt die zich precies schuil? <laughs> maar eh, ja, ik denk dat dat natuurlijk die enorme klap die ze hebben opgelopen bij... bij waar was dat? Eh, 2010 is dat, neem ik aan. Daar hebben, ze niet, daar hebben ze niet adequaat op gereageerd. Ja, ik ben geen CDA-deskundige. Ik heb al eerder gezegd dat de laatste persoon die ik zou inhuren om het CDA te redden is Rob Hoekstra. Niet waar, een typische technocraat, een elitaire technocraat. Ja, dat, 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 dat werkt niet goed. Ja, Had Omzicht het beter gedaan? Ja, negen? dat denk ik wel. Als Omzicht ook een lastpak eerste klas, wat zowel zijn kracht als zijn zwakte is, zoals ze vaak. Zijn je goede eigenschappen ook meestal je slechte eigenschappen? Maar die had het denk ik toch wel beter gedaan. Ja, dat is veel overtuigender geweest. En daar hebben kennelijk in die top van het CDA. vonden ze om zich lastig, vermoed ik. Dat zijn waarschijnlijk ook technocratische bestuurders. Nou ja, in ieder geval hebben ze de zaken bar slecht aangevoeld. Dat, dat moet je toch constateren. Maar ik ben nogmaals, ik, ik, daar moet een boek over geschreven worden. De aftakeling van... Nou, er is een rapport gekomen hè, daarover. En nog niet zo lang geleden van de oud-minister, volgens mij, die dat gepresenteerd heeft. Wat er mis is bij het CDA. Ja, maar ja, die rapporten, dat levert nooit wat op. Al die partijen laten altijd rapporten schrijven naar verkiezingsnederlagen. En daar wordt dan natuurlijk het voor de hand tegen de meestal wel opgemerkt. Maar resultaat heeft hetzelfde of nooit. Nee, ik zal eens dus even opzoeken wat er nou ja. in staat. Want er is wel een rapport over gekomen toen. Wat, wat, uh... Rapport CDA. Maar wat was nou de conclusie daarvan? Dat is toen op dat congres, kan ik me nog herinneren, gepresenteerd. En toen had iedereen er weer zin in. Maar het is, het heeft het... Ja, dat, op een congres hebben ze er altijd zin in. Ja. Het is algemeen bekend. En als ze dan thuis zijn, dan zeggen ze tegen hun ega of echtgenoot... Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Even kijken, als ik dat intik. Rapport CDA. Oh, ze hebben heel veel publicaties. Een kritisch rapport van het CDA. En dit is dan een rapport van het CDA, maar het moet een rapport ja. over het CDA zijn. Ja. ja, ik kom hier nu tegen, het CDA hoopt op een wederopstanding met een koers van de lange adem. Kijk, ja nou, dat uh, hele, hele lange adem, wie zal het zeggen. Ja. Ja, ik ben bang dat dat een gepasseerd station is. Ja, nou, je ziet ook wel het een beetje... Het is al heel interessant, misschien moeten ze eens bestuderen aan de ChristenUnie, want die, die verliest nooit, die, die is heel stabiel. Ja. Die cijfers zijn enorm stabiel bij de. Wat er ook gebeurt. De ChristenUnie koerst voort. Laten ze daar eens naar kijken. Wat, wat, misschien hebben ze ook het hele aspect van, van, van de christelijkheid, het christendemocratisch appel. Nou ja, heeft, heeft het CDA op jou ooit de indruk gemaakt iets met het christendom te maken nee. te hebben? Nee, is, nooit. Het, is de Christine misschien het laatste restantje van de verzuiling? Dat dat, dat dat nog een hele. Ja, dat zal zeker een rol spelen, omdat dat, ik denk wel, wat, wat meer vast in het geloof zittende personen zijn dan, laten we zeggen, op het CDA stemmen. Ja. Nou, ik kan het niet meteen vinden, maar er is in ieder geval wel een, uh, een rapport geweest Als ik nu kijk wat de pers schrijft, ook N uh, NRC, wie gelooft er nog in het CDA, is de kop. Het is natuurlijk allemaal best wel. Schadelijk als je dat ook leest als je nog ja, op het CDA gaat zitten. Er was een tijd natuurlijk dat Lubbers het land runde. En dat tal van mensen die niks met het CDA hadden, die stemden op Lubbers. Ja. Vanwege continuïteit en vastigheid. Ja. Nou, je de kwaliteitskrant schrijft dit: komt het nog goed met het CDA vraagteken. De komende verkiezingen. Die worden als verloren beschouwd. Dus dat is ook wel lekker dat je dat nu zegt. Daarna hoopt de partij met een nieuw verhaal de tijd te keren. Ja, een nieuw verhaal, wat moet dat dan precies zijn? <laughs> ja, nogmaals, ik zou zeggen: kijk eens naar de Christenunie. Wat hebben die beter gedaan dan het CDA gedaan heeft? Ja. Het CDA gaat te veel mee in de natuur- en de milieugekte, zegt ook iemand. Voormalig CDA-raadslid. Ja, het is me net: wat is de natuur- en milieugekte als ik vragen mag? hè? Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar wat kan dat nader gespecificeerd worden? En dat is het probleem natuurlijk met ontzettend veel politieke discussie. En dan kom ik weer terug op mijn talkshows. Het is allemaal wel een beetje talkshowpolitiek. Maar ja. daar hebben we geen flikker aan, aan talkshow talkshowpolitiek. We hebben sowieso verbazend weinig aan die talkshows. Ja. En wat aan detail en worden belangrijke zaken helemaal niet aan de orde gesteld. Ja. Oké, okay, dus dat is dus het CDA. Dan nog eventjes over de BBB. Die, um, die worden trouwens heel boos als je ze vergelijkt met de LPF. hè? Oh ja, ik zie zo, het lijkt me precies hetzelfde fenomeen. Ja. Wat was de LPF een talkshowpartij? Ja, je moet ergens moet je de aandacht trekken. Hoe doe je dat in Nederland door een talkshow te gaan nou, zitten? Ja, daar wordt Caroline wordt er heel boos uh, van en over heb ik begrepen. Oh, nou dat ik. Ik denk toch dat als je Caroline morgen uitnodigt voor een talkshow, dat ze, dat ze altijd zal komen. Ja. Um, en wat daar hebben we het de vorige keer al over gehad? Ze heeft ver... toch een hele bestaan te danken aan talkshows. Nou ja, en, en ze weet handig de media te bespelen met die trekker toen. Nou precies, maar waar gaat dat over? Over de media. En de talkshows staan niet ja, ja. voor de media. Zij weet dat heel goed te doen en het, uh, zij snapt dat spelletje en ja, goed. Ja, ze heeft precies dezelfde attractie als al die andere Messiasen die ons zijn opgediend in de afgelopen decennia. Ja. Nou, zij zegt wat wij denken, uh, zij staat dicht bij het volk, uh, nou maar dat soort, van, uh, dat soort van mededelingen. Ja, maar wat ze dus wel al doen als BBV is vooraf, en volgens mij is dat een les die ze hebben geleerd van uh, de LPF, van de PVV en ook van Forum voor Democratie, dat ze al blokkades opwerpen omdat ze weten we kunnen toch niet met goede mensen overal mee gaan doen. Dus ze zeggen ja, altijd, dat is allemaal hartstikke fijn, maar dan doe je dus niet mee. Nee, maar ze werpen dus blokkades Goed, op, waarvan van ze weten dan blijf je dat ze niet je aan de zijlijn staan, dan kun je nog eens een keer via roepen dat alles fout gaat. Maar dan is het ook wel weer gebeurd. Hmm. Kijk nou naar de PVV. Wat is nou de concrete beleidsmatige invloed van de PVV? Dat ze ooit korte tijd meestal in, in zo'n college hebben gezeten en er altijd weer uitstappen, maar een of andere reden. Geert is ook uitgestapt na twee jaar. Het, heeft, het is betekenisloze politiek. Het is de politiek van de retoriek. Hmm. Ik was gisteren een debat aan het kijken. Uiteindelijk moet je hele vervelende dingen doen. Wetsontwerpen maken en kijken of die een beetje in orde zijn. Sowieso de Tweede Kamer, zoals je weet, produceert waardeloze wetgeving waar je geen kant mee op kan. Omdat er volstrekt onvoldoende op uitvoerbaarheid wordt gelet. Nee, dat is dus veel mis in de Nederlandse politiek. Maar dat wordt niet opgelost nog populaire types die zeggen wat iedereen denkt in de talkshows. Nee. Dat kan ik je verzekeren. Maar dan is eigenlijk de analyse daarvan wat jij zegt, dat werk in die Eerste en Tweede Kamer, dat moet je doen door, door nou, tijgers die het lekker vinden om in die documenten te zitten. En dan heb je mensen die ook... gewoon hun werk doen. Ja, maar goed. Je hebt dat en niet elke avond per se in een talkshow hoeven te zitten. Ja, maar, maar... Want dat is ook de recrutering en, en heb de, ik geloof dat de VVD bij de vorige algemene verkiezingen, parlementaire verkiezingen, de helft van zijn kamerfractie opgedoekt heeft. Wat is er nou voor beleid van Jan van niks. Hier moet die mensen minstens acht jaar en liefst twaalf jaar laten zitten. Ja. maar je ziet bij Hoekstra zie je wel mooi het voorbeeld. Die, dat is denk ik een goede bestuurder, maar die is niet zo goed in het campagnevoeren. Nou ja, past gewoon niet bij de partij die die moet leiden zou ik zeggen. Dat is vrij fundamenteel. Nee. Maar sommige mensen kunnen niet leiden. Ik bijden. zou zeggen als, als ze bij het recruteringsbureau hadden laten leiden. Dan was Hoekstra wel de allerlaatste figuur geweest die ik had uitgezocht om het CDA te gaan leiden. Ja. Dan heb maar je ja. gewoon heb je gewoon boerwientjes nodig, voor weet je die man ook alweer. Maar misschien ben, is, ben jij ook wel een goed voorbeeld. Jij zou een goede campaigner zijn om aandacht te trekken en onrust te veroorzaken. Maar als je gaat besturen, dan zeggen mensen wel, jij is chaotisch. Ga eens op zijn kantoor kijken. Het is een rommel. Ja, als je naar mijn, als je naar mijn uh, studeerkamer, als ik op basis van studeerkamers word gerekruteerd. Daar komt bij dat ik nooit enige ambitie heb gehad om iets te gaan besturen. Sterker nog, ook aan de universiteit. Ik heb dat verhaal verteld volgens mij. Ja, dat je voorzitter was. Ja. En ja. weer uitgegooid. Ja, na drie keer geloof ik al. En ook in de faculteitsraad, waar ik wijs in terecht was gekomen, kreeg ik ook al heel snel het advies om op te krassen. Omdat ik mij niet wenste te... Uh, uh, niet overheen, uh, ...geen overeenstemming kon bereiken met de fractie waar ik in zat... Mm -hmm. ...namelijk die van het wetenschappelijk personeel. Mm -hmm. Want dat, dat was fractiediscipline, hoe gek het ook klinkt. Dat vond ik echt onzin. Er weer maatregelen voorgesteld die ik ronduit onfatsoenlijk vond... ...om je eerlijk de waarheid te zeggen. Dus ja, dan komen ze zo op je af. Dat is ook het is net de Godvader, zou ik maar zeggen. Gaan ze zo'n beetje... beetje een beetje schuin achter je staan, zou je niet... Uh, het is, uh, je hebt er niet veel lol in. Hè? Nee, ik had er inderdaad helemaal geen lol in. Ik vond het stom vervelende vergadering en bovendien deugden ze naar mijn idee de hele beleidsopzet niet. En uh, zou je niet vertrekken? Nou, toen dacht ik ook, waarom niet? Eh, gemakzuchtig misschien. Maar ja, moet je dan in je eentje zo'n faculteitsraadje komt tegen de krip gaan gooien? Van sowieso die hele bestuursstructuur van de universiteit, van Laverkul, de eerste ja. klas. Maar hebben dan niet betere bestuurders nodig, in zijn algemeenheid, ook om deze problemen op te lossen? Ja, die hebben we ongetwijfeld nodig. En misschien moeten we ook in het, in het bestuursapparaat in Den Haag een aantal fundamentele veranderingen aanbrengen. Onder andere dat malotige idee dat je, dat je als top van het ministerie voortdurend moet roleren. Je zit er dan ook altijd maar vier, vier of vijf jaar en dan moet je weer naar een ander ministerie. Met als voelt dat die ministeries altijd geleid worden door mensen die nergens verstand van hebben. Nee. Ja, laat die mensen wat langer zitten. Vroeger zaten ze er dan 30 jaar, dat is misschien ook niet gewenst. Maar wat we nu doen is evident niet erg verstandig. En wat mij altijd opvalt is dat die ministeries zeggen: ja, eigenlijk, als je het me eerlijk vraagt, zijn we heel erg in onszelf gekeerd. Terwijl we er zitten voor de, ja, dat, voor de burger. Dat ja, is toch ook opvallend? Zeker. Natuurlijk een heel groot probleem van elke bureaucratie. En daar hebben we het trouwens uitgebreid over gehad. Nou, alleen van het rapport over die, over die bewakingsdiensten. Ja, die zijn alleen in zichzelf geïnteresseerd. En over de vraag of die andere bewakingsdienst misschien meer te vertellen heeft. Of misschien zelfs nog erger meer geld krijgt dan wij. Maar dit en. is toch les 1. We zitten hier voor de burgers. Dus ga met die mensen praten. Ja, of... dat is natuurlijk inderdaad. Zo is het. Maar het valt in de praktijk niet mee. Nee. Nogmaals, ga. ga. Je moet je wel eerst een beetje aanvaarden. Kijk, jij bent een, 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 hoe heet het? Een, een vrij opererende agent, om het eenmaal zo oh. te zeggen. Ja, zoiets kutters zeggen. Dus jij hebt geen last van een, van, van een bedrijf, maar stel voor dat je bij een bedrijf in dienst treedt. Ja, dat is heel anders, dat snap ik meer. Dat ik stel voor goed. dat je bij IBM gaat werken. Ja, ze denken: God, die Jesse doet dat lollig met die, met die podcast en voorzitterschapjes en zo. Weet je wat, we vragen die. En de eerste, dan kom je zo, als je nu oh. gekleed bent, kom je het kantoor binnen maandagochtend van de IBM. En het eerste wat er gebeurt is dat je de personen zelf je aanspreekt. Zeg, je moet er wel een beetje fatsoenlijk uitzien. Hè? Ja. we zien, je weet, op je weet, je, vrijdag heb je meestal net zoals in Amerika, mag je vrije tijdskleding aan, preluderend op het weekend. Maar die andere vier dagen moet je er wel tip top uitzien. Ja, heb, 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 heb je daar zin in? Zeg je van, nou, dat maakt mij niks uit. Ja, ik zou direct zeggen, nou flikker dan meteen maar op. Ja, als het kennelijk van mijn eh, wel- of niet aanwezigheid ja. van de strop, dan afhoudt, dan heb ik verder geen interesse meer. Maar ja, ik, ik heb altijd in een situatie gewerkt waarin dat makkelijk gezegd kon worden. Daar valt niets tegen in te brengen, maar de werkelijkheid is altijd ja. een andere. Ja. Ja? Het is een beetje toch boodschappen doen. Ja? De werkelijkheid is dat je altijd te veel boodschappen doet. En dat je dan ook hoofdschuddend tegen jezelf, of eventueel in de, in, in de familiekring zegt: Van God, we moeten toch gewoon eens, moet eens wat rationeel aangepakt worden. We gaan lijstjes maken, en, enzovoort, enzovoort. Denk aan de planeet. En, maar in de werkelijkheid denk je: ja, Je staat er in die winkel, denk oh, wat lollig. Twee voor de prijs van één. Weet je wat, we doen toch met twee van die zak. Zo gaat het. De mensheid is: Denk aan auto's. Ja. Vrijwel iedereen koopt een auto die veel te duur is, natuurlijk. Ja. Eh, niemand zou meer moeten doen dan, dan zo'n zo zo tweedehands gemotoriseerde flow. Daar heb je in Nederland altijd ruim voldoende aan. Ja. En ik denk dat het ook nog wel te maken heeft met wat, wat, wat jij zegt, klopt, denk ik, uh, met het type organisatie. Kijk, een, een, een bedrijf, die krijgen geen subsidie en geen overheidsgelden. Uh, uh, maar als je werkt, nou ja, bij de universiteit gewerkt. Daar stroomt het geld in principe binnen. Ik heb bij een publieke omroep gewerkt. Daar stroomt het geld ook binnen. Dus hoeven niet, het maakt niet uit wat ze doen, het geld stroomt toch wel binnen. Nou, het maakt bij de universiteit uiteindelijk wel uit wat ze doen natuurlijk. Want ze worden afgerekend uiteindelijk op wetenschappelijke publicaties. Op Blijf, de effectiviteit van onderzoek. En natuurlijk of je, of je een beetje aardig college geeft. Maar je subsidiekraan wordt niet zomaar dichtgedraaid. Nee, wat zijn natuurlijk, de universiteit is een overheidsbedrijf. Ja, precies. En dat is een publieke omroep ook. Ja, en... ah, de universiteit heeft enorm veel pogingen gedaan in de afgelopen decennia. om, laten we zeggen, productiviteit te stimuleren door metingen en, en, ja. en ver... Sterker nog, ik heb als de indruk dat dat veel te ver is doorgeslagen. Waardoor, laten we zeggen, de vrijheid, de, de ruimte voor de individuele werknemer. vooral omdat je natuurlijk aan de universiteit vaak toch al te maken hebt met vrij eigenaardige types, die namelijk enorm knap zijn in één ding en verder helemaal niet zo dat dat, je die, dat, dat ook vrijheidsbeperkend kan zijn. Hmm. Maar wat ik wil zeggen is van als het geld toch wel binnenstroomt dan word je ook niet geprikkeld om dingen te veranderen. Want nee, je maar denkt... dan ben je weer geneigd om te zeggen, moet dan niet alles geprivatiseerd worden? Want dan ja, dan ben je, je maakt die privatiseerde universiteit jongens, sorry maar het is, dus, uh, jullie kunnen staan, moet je op eigen benen je zoeken maar uit eigenlijk. Deels is dat bij, vooral voor de werving van gelden bij onderzoek, is dat al gebeurd. En dat leidt weer naar andere heel ongewenste effecten. Want als je bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, je doet farmaceutisch onderzoek en de overheid zegt, ja sorry, je moet uh, voor 30% jezelf financieren. Ja, je hoeft maar zo'n farmaceutisch bedrijf te bellen en zegt zeggen, ja, dat vinden we wel interessant, maar... Zou je dan niet vooral pilletje aan pilletje A of pilletje B gaan zitten werken? Zo. Zo. De, ook, ook die financiering, als je die privatiseert, dat heeft ook in, niet in alle opzichten gunstige effecten. Het probleem is dat er vaak sowieso heel lastig aantrekkelijke oplossingen te vinden zijn die ook voor de lange termijn goed werken. Alles, nietwaar? het is natuurlijk ook weer de tweede wet van de, van de, van de thermodynamica, alles en uiteindelijk gaat dan onder aan entropie. En wat je ook hebt, hoe goed een organisatie ook is, tenslotte loopt die slijtage op. Hè. Je hebt ook mensen bijvoorbeeld die, die ontzettend goed kunnen praten, maar tenslotte lopen ze een zekere slijtage op. Iedereen, iedereen en alles loopt slijtage op. En de kunst is natuurlijk om, om niet in die val te trappen dat je alles voortdurend en permanent moet vernieuwen. Maar om op tijd en adequaat te vernieuwen. Dat is hartstikke lastig, dat is ontzettend moeilijk. Hmm. Ja. Een mooi voorbeeld is dus de Belastingdienst die dat dus niet heeft gedaan. Ja, maar dat is die, 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 de Belastingdienst zelf kan er weinig aan doen dat de overheid, namelijk diegenen die boven die dienst gesteld zijn, een van onze grootste ambtelijke diensten natuurlijk, ik geloof dat de Belastingdienst 30.000 man in dienst heeft. De onze overheid dacht dat het allemaal sneller en goedkoper kon. En is gaan reorganiseren. Ja, je kent dat drama dat ze iedereen die ergens verstand van had, nietwaar? Met een hele interessante bonus weggestuurd hebben. Zodat ze al heel snel na drie weken moesten gaan bellen: God, wie weet er iets van dit, van dit programma? Nou, Jansen, waar is Jansen? Ja, Jansen die is gaan skieren. Dus die, die is er niet meer. <laughs> Kun je Jansen niet bellen? Ja, zegt Jansen, die zit ondertussen ergens in, de, in Salzburg of zo. Jansen zegt, ik wil wel komen. Dan gaat je per uur drie keer zoveel kosten als ik het ko kostte toen ik er nog bij jullie... Nee, zo weer. De Belastingdienst is kapot gemaakt door datgene waar we het al zo vaak over gehad hebben. Verkeerde ideeën over wat er mogelijk was met het overheidsapparaat. Als je natuurlijk per definitie steeds denkt dat de overheid, nou ja, toch een beetje een lode last op de schouder van de burgers is, dan, dan maak je het er ook naar. Maar de overheid is gewoon enorm belangrijk om zaken op, op het spoor te houden. Sterker nog, ook het kapitalisme zelf heeft een, een efficiënte overheid hard nodig. Is dat niet zo, dan krijg je al direct ook kartelafspraken, oligopolistische praktijken, marktmanipulatie en ga zo maar door. Kijk, de ondernemer zelf heeft niets met de ideologie, de ware ideologie van het kapitalisme. De ondernemer zegt alleen: ik stop er een gulden in. Sorry, een euro. Ik stop er een euro in en ik wil er aan het eind van het jaar minimaal 1,15 euro uit hebben. Zo, ja, als dat moet met kartelafspraken. Als dat moet door. Nou uh, ja. Dingen. Ik heb wel idee dat dat wel een beetje aan het veranderen is. Er zijn ook wel ondernemers die wel echt maatschappelijke impact willen maken. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze ook. ook nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor je personeelsbeleid. Eh, dat geldt natuurlijk voor al die mensen die in Nederland in tijdelijke dienst zijn. Eh, en die dan dus als eh, zodra ze dat punt naderen waarop ze vast moeten worden, worden eruit gegooid. Dat zijn allemaal hele kwalijke praktijken. Waar ik in ieder geval. Nee, maar kijk, als je naar Philips kijkt en zo en dat soort oude bedrijven, die moeten die transitie doormaken. Maar bedrijven die nu beginnen, die hebben daar vaak toch wel een wat andere visie op. Ik hoop het. Je wil ook wel de wereld verbeteren, heb ik het idee. Ja. Maar goed, kijk naar de techbedrijven in, in Californië. Als je ze even samen optelt, hebben ze geloof ik 50.000 mensen ontslagen in de afgelopen twee jaar. Ja. Philips ook nu weer recent, hè? Nou ja, dat zou gewoon weer die snorkapparaten ja, wezen. Ja. 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 Nog één aspect trouwens uit de politiek. Ja, eigenlijk moeten we het er niet over hebben, maar ik ben toch even ben benieuwd hoe jij dat ziet. Die Thierry Baudet die, die, die is echt geradicaliseerd. Hè? Die roept allemaal hele rare dingen. Die, ik weet niet of je zijn bericht hebt gezien. Het nee, let er niet meer op. We zijn de op. tweede grootste partij van Nederland. Dat, dat stuurt hij dus de wereld in. Dat is dus helemaal niet zo. Dus hij stuurt valse informatie. Gebaseerd ook op peilingen, zegt hij dan. Van Maurice Strond heeft dit gepeild. Maar het klopt ja. allemaal niet. En dan mijn meningen zijn mening feiten. Zo heet dat boek over hem toch? Of niet? Dat zou kunnen, ja. Nou, dat ja. is precies waar het over gaat. Ja, ja, ja God, hij is niet een goed sneak. Wat moet je daar verder van zeggen? Ik neem aan dat je nu aankoerst op de interessante vraag: moeten we dat verbieden, ja of nee? Dat is een vraag die me ook gisteren werd gesteld bij de JOVD. Moeten we Thierry niet verbieden, omdat hij gewoon echt knettergek is en eventueel ook ja, gevaarlijke contacten kan leggen? Eh, daar werd gesuggereerd met die Russen. Ik, ik zou zeggen: do, verbied niet, hou het scherp in de gaten. Maar verbied niet, dat is toch een, een weg die we niet moeten bewandelen. Ten meer natuurlijk omdat dat. Ik geef toe, ik ben helemaal niet principieel tegen verbieden. Er zijn situaties waarin een politieke beweging zich zodanig ontwikkelt dat je zegt: ze bedreigen nu het landsbelang en ook de democratie zelf. Maar daarvan is toch in Thierry's geval geen sprake, naar mijn gevoel. Nou, hij wordt al buiten besprekingen gehouden als er geen informatie gegeven ja, wordt. Goed, hij heeft dus een zodanig uniek talent om zichzelf in de voet te schieten. En als hij in beide voeten heeft geschoten, schiet hij nog lekker door. Want dan schiet hij ook in zijn handen en in zijn armen. En ja, hij schiet overal in. Hij is geen gevaar. Hij is toch een, een geïsoleerde gek in de marge <laughs> van het bedrijf. Het, maar, is, het is raadselachtig wat zo'n jongen bezielt. Maar er zijn mensen die geloven hem, hè. Dat is een beetje wat Trump ook deed. Hij roept. Hey, we zijn de grootste of de ene grootste. En er zijn mensen die zeggen, geweldig, top, dan ga ik sowieso op je ja, stemmen. Maar Trump, Trump is president van de Verenigde Staten geweest, weliswaar. Niet waar omdat door een idioot politiek systeem. Maar de kans dat Jerry Baudet, minister-president van Nederland wordt, die is gewoon nul. Maar dat je met valse informatie mensen beïnvloedt, vind je dat niet kwalijk? Dat hij ja, dat doet. maar goed, als, als je dat vindt, nou dan zou ik zeggen, dan moet je de helft van de tv-reclame verbieden. Eh, dan, 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 dan moet je echt met een, met een gruwelijke bezem door onze samenleving heen. Dan zien we aan de lopende band van alles en iedereen volkomen onjuiste informatie aangereikt okay. krijgen. Dus jij zegt, laat Thierry maar zijn gang gaan, hij vernietigt zichzelf. Wel. Hij gooit ja, ja hij, heeft, hij heeft een uniek talent om zichzelf te vernietigen. Je hebt er van even. Volgens mij heb je ook, ook softwareprogramma's die vanzelf ten slotte zichzelf vernietigen, toch? Ja. Maar je, je voelde aan wat dit naartoe gaat. Het Forum roept natuurlijk zo meteen als de echte uitslachter is. Fake nieuws, klopt niet. Ja, zeker dat zullen ze zeker doen. Hertelling, er is gewoon met de stemmen. Ja. En dat gaat dan niet gebeuren. De Nederlandse verkiezingen zijn afgezien van wat wat uitglijers in de loop der jaren zijn de Nederlandse verkiezingen die verlopen heel behoorlijk. Dus ik, nee, ik ben voor, voor Thierry Jerry niet bang. Ik moet je zeggen, natuurlijk schrok ik vier jaar geleden, dat spreekt voor zich. Maar ik ben ook het allerergste, ben ik ooit van Pim Fortuyn geschrokken natuurlijk. Ik dacht dat Nederland een heel, nou, vooral een verstandig land was. Dat was de eerste natuurlijk. Dat je dat gekke deed. dingen had in Frankrijk. Ik zwijg verder dan van de geschiedenis van Duitsland. En België sowieso natuurlijk een zonderling bedrijf heeft. Uh, dacht ik, wij zijn uh, een gezond verstand zelf. En dan krijgen we, God beter het, krijgen we een Messias. Mm. Die zelf ook al dacht dat hij dat van boven gestuurd werd. Ja, nou ja, wat hij wel goed heeft gedaan is dat hij de mensen die nooit kwamen stemmen, dat hij die heeft gehouden. Ja, daar hebben we wat aan gehad, zegt, jongen, jongen. Ja, maar dat is wel democratie. Achteraf, ja, dat kun je zeggen. Maar achteraf bleek, dat is eigenlijk heel verstandig, dat ze niet kwamen stemmen. Kijk, wij zitten natuurlijk toch geen in de randstok. Ook heel veel of... mensen stemmen op Geert natuurlijk, die anders misschien niet zouden stemmen. Maar wat heb je eraan? Ja, dat zijn mensen die, ja, die. Je blijft toch steken in de opgeheven vinger. De overheid deugt niet, dat ik jammer van zeggen. Nou ja, je zou kunnen zeggen: misschien hadden we gehoopt dat die bestaande partijen iets meer de hand hadden gereikt na dit soort. Dat, eh, dat hebben spiegers. ze geprobeerd. Man, ik heb zelf nog een tientallen stukjes. Je had toen die hele, hele magie van. We gingen naar de burgers luisteren. Ja, we gingen geweldig naar de burgers luisteren. We gingen overal op bankjes zitten en we naar de burgers luisteren. Maar. Naar welke burgers ga je luisteren? Hè? Ja, de NRC, de kwaliteitskrant, had zo'n enorme reportage over waar we met gewone mensen gaan praten. Ja, met wie? Er zijn gewone mensen die enorm tevreden zijn. Er zijn ook meer gewone mensen die niet tevreden zijn. Ik zou zeggen, als ze allemaal nou met mij gingen praten, ja, nou, dan zijn de problemen natuurlijk in no time, nationaal en internationaal, oplosbaar. Dat begrijp je wel. Het is kletskoek, want wat is de beste peiling van wat Nederlanders denken en voelen? Dat zijn onze normale parlementaire verkiezingen. Het probleem met onze verkiezingen volgende week is. Nou ja, dat we in onze handen mogen klappen als de helft van de kiezers opkomt daar. Ja, dus de helft blijft thuis. Dat, dat, kijk, zelfs bij parlementaire verkiezingen blijft een kwart thuis. Dat is dan weer veel minder, maar het is toch een kwart van de kiezers blijft thuis. En ja, dat zijn al die mensen die, die, ook, die worden ook weer geïnterviewd bij die normale mensen. Van ja, het heeft geen enkele zin. Je merkt er nooit wat van. Nee, je individuele stem is natuurlijk iets. Maar stel voor dat iedereen dat zei. Hè. Dan ja, heb je geen democratie meer over. Nou ja. Nou, vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je hem leuk vindt. En uh, je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van het laatste nieuws. Het linkje om dat te doen vind je in de show notes. Ja, Geert heeft fantastisch haar. Maar wat heb je dan? Geen flikker. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel... die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Je kent ze vast wel: oude Sleetse merken die er eigenlijk niet meer toe doen. Hoe maak je zo'n merk weer sexy? Daarover gaat het in een nieuwe aflevering van de podcast Sea Level. De link die staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio, streamy met een Y.